Yo beste kijkers van de Cool Ingo Channel, vandaag weer een gloednieuwe video natuurlijk. En vandaag spelen wij natuurlijk weer Call of Duty Modern Warfare op de PlayStation 4. En ik ga jullie vandaag wat tips en tricks leren van natuurlijk mijn favoriete mapje Chipmunt. Waarom? Ik vind Chipmunt een hele gave map om te spelen. En je kunt op heel veel manieren kun je tactiekjes bedenken waardoor jij toch nog net wat meer kills kunt maken als dat je vandaag misschien al hebt gemaakt. Want wij gaan vandaag dus eventjes wat vertellen over waar moet je een beetje op letten. Allemaal dat soort dingetjes. Daarbij, we gaan spelen met een submachine gun. Waarom een submachine gun? Omdat die gewoon heel erg snel is en heel erg fijn is om te gebruiken. Wij spelen trouwens met onze MP5, met een muzzle erop, een barrel erop. We hebben een stok erop, we hebben een grip erop en een underbarrel hebben we erop. Wij gebruiken geen richter trouwens. Waarom wij geen richter gebruiken is omdat het gewoon niet nodig is eigenlijk in principe om een richter te gaan gebruiken. Dat is eigenlijk gewoon de voornamelijkste reden waarom wij dus geen richter gebruiken. Het is gewoon de grootste onzin om een richter te gebruiken als je hem toch niet nodig hebt. Dan gaan wij zo meteen joinen. Over 4 seconden zitten we in de map en dan ga ik jullie dus wat dingetjes vertellen. Eén dingetje wat heel belangrijk is op zo'n mappen als Chipmunt is ongeveer te weten van waar spawnen de tegenstanders en welke routes lopen de tegenstanders. Daar ga ik dus dadelijk heel erg goed naar kijken. Waarom? Omdat wij spawnen nu hier, dus hun spawnen daar aan de overkant. Als we naar rechts lopen en ik kom niemand tegen, dan weet ik dat ze de route links oplopen. Zo ga ik de hele tijd kijken van welke kant komen ze nou af. Daarbij, op het moment dat ik ga schieten, ga ik eerst schieten en daarna pas richten. Want dat is altijd het beste. Je ziet nou dat de mensen via de rechterkant willen komen, want de granaatjes komen aan de rechterkant. En je ziet hier al meteen dat er met RPG's wordt geknald trouwens. Dus dat is niet chill. Oké, hier hebben we één en ze spawnen hier aan deze kant. Sowieso. Kijk, hier zo rende er nog eentje weg. En ze zitten nou hier zo. Oh, ze spawnen hier ergens ongeveer. Waarschijnlijk nu achter mij weer. Kijk, aan die kant moeten ze nu spawnen. En dan moeten we heel eventjes gaan kijken hoe we daarbij uit gaan komen. Ja, dat dacht ik. Ai, daar was ik echt net niet op tijd. Jammer genoeg. Kijk, nu spawnen ze aan die kant. Dat is heel erg leuk om te weten. Want, ai, ja, ik was al te laat. Ik moet eigenlijk een faster reload aanzetten of zo op deze map. Want heel vaak ga ik dood omdat ik gewoon de faster reload niet kan gebruiken. Kijk, hopskelee. 1, 2, 3. Hier spawnt er nog één. En nu spannen ze daar links van de container, zoals jullie kunnen zien. Dus wat gaan we doen? We gaan hier achterom lopen. Soms loop ik via het midden, maar heel vaak loop ik de lange banen. Waarom loop ik de lange banen? Omdat je dan het meeste overzicht hebt op de map en de minste kans hebt dat je wordt getrapt. Als je hier door het midden gaat, heb je meteen vier kanten vanuit waar je kunt worden getrapt. Het is wel een kortere route. Je kunt ermee heel makkelijk achter, of course, de tegenstander komen. Maar het is niet heel erg handig om dat te doen. Want op het moment dat je elke keer via het midden gaat, heb je dus vier mogelijkheden vanuit waar ze je kunnen neerknallen eigenlijk. Terwijl op het moment dat je hier eigenlijk een beetje achteraf blijft lopen, en dan heb je eigenlijk, of course, je hebt de zijflank, maar je kunt op een gegeven moment ook een beetje inschatten waar ze spannen. Net zoals nu spannen ze of in deze hoek of in deze hoek. Nou, blijkbaar dus hier in deze hoek. Maar ja, soms spannen ze natuurlijk ook op de map. Of ik bedoel, op de map, zeg ik nu in het midden van de map. Daar kun je ook spannen. Maar ja, dat gebeurt niet heel vaak, laat ik het zo maar zeggen. Oké, en dan als het goed is, staan ze hier aan deze kant. Ja, precies zoals ik het zei, ze komen nu via deze kant hier, via links. En hier spawnen ze nu ook allemaal. Kijk, zie je? Hop, dat is één. En hij spawnt hier dadelijk weer gewoon opnieuw, als het goed is. Volgens mij spawnt hij hier weer opnieuw. Ik weet niet 100% zeker, spawnt hij hier opnieuw. Nou, op dit moment weet ik niet zeker. Ai, ik wou net mijn ability inzetten, maar ik moet heel even wachten. Want nu ga ik dus aan die kant, ga ik deze neerzetten. En dan gaan we omlopen. Ai, ik wou omlopen. Zodat ik eigenlijk een val kon neerzetten. Zo! Holy damn it. Dit gaat niet goed zo. Oké. Okay. Oh! Ah ja, ze zitten hier ook heel vaak in de containers. Wat ik trouwens hier in het midden heel vaak doe bij deze container, is gewoon meteen naar binnen lopen en schieten. Dat is het allerbeste. Dit is trouwens ook best wel een leuke safe spot om te staan. Dat is hier zo. En dan, au, ja, tuurlijk. Komen ze net aan. Oh, kijk, ik ga het even opnieuw proberen hoor. Zo, je kunt hier zo gaan staan en je kunt vanuit hier die middelste gang in de gaten houden. Maar wat je dus ook kunt doen, is hier een beetje gaan staan. En dan alles wat via de linkerkant komt, kun je dan ook neerknallen. Dus dit is altijd best wel een leuk plekje om te gaan staan. Best wel een mooie safe spot noem ik dat. Hoewel, het is natuurlijk lang niet altijd veilig. Omdat mensen weten eenmaal dat heel veel mensen in die containers gaan zitten. En daardoor dus ook dat je
ja, als ze eenmaal weten dat je erin zit, dat ze waarschijnlijk granaten naar binnen gaan gooien en allemaal dat soort dingen. Dus ik raad het van de andere kant ook weer heel erg af om te doen. In deze Call of Duty is het ook leuk, en dat is ook... Oh, oké, dat spannen er in één keer twee voor mijn neus. Is dit, dat je hier op een container kunt lopen. Nou, dan kun jij vanuit... Oh, ja, ik moet heel even wachten. Ze hebben me namelijk gespot, en dan kun je namelijk... Ai, ik sprong even mis. Maar je kunt normaal gesproken dus op die andere container springen. En als je daar eenmaal op staat, dan heb je best wel een mooi overzicht. Kijk, kunnen we halen hem nu wel? Ai, ik had hem weer net niet. Zonde. Maar dan heb je een heel mooi overzicht in principe waar jij verder kunt gaan met schieten. Want, wacht maar heel even, wacht maar. Ja, komen ze hier via boven? Ai, ja, ze zagen me. Ze hebben nu de hele tijd in de gaten dat ik hier op de containers wil. En dat is wel jammer, want daardoor kan ik eigenlijk eventjes niet op de containers komen. Maar ik moet heel even rustig aandoen. Nu spannen ze volgens mij hier een beetje. Oh, we hebben al een defeat. Maar in ieder geval, dit zijn dus een beetje de tactiekjes die ik gebruik. Af en toe ga ik ergens bovenop staan. Ik loop bijna nooit door het midden heen. En ik probeer eigenlijk vooruit te denken telkens van... Hé, van welke kant komen ze nou af? Komen ze nou via links of via rechts? Want op deze map lopen ze vaak eigenlijk bepaalde routes. En je hebt bepaalde spamplekken. En als je die in de gaten hebt, dan ben je best wel binnen. Zo, en dan zijn we weer teruggekomen bij het tweede potje. En we spelen natuurlijk weer Kill Confirmed, zoals jullie kunnen zien, weer op mijn favoriete map Chipmunt. Ik heb een paar kleine dingetjes aangepast aan mijn MP5. Onder andere een andere barrel heb ik erop gezet. Ik heb een andere perk aanstaan. Zodat ik ook wat sneller kan reloaden. Want het laden ging echt veel te slow, vond ik zelf. En dan gaan we eens heel even kijken hoe dit potje gaat. Ik ga weer linksop blijven lopen. Want waarschijnlijk komen ze hier via rechts. Precies wat ik zei. Ze kwamen dus ook inderdaad daadwerkelijk hier via rechts. Nou, ze gaan er al bij liggen. Altijd leuk. En twijfel ik of ze hier gaan spannen. Of achter mij. Ja, waarschijnlijk hier dus achter mij. Ja, ze spannen hier achter mij. Oh, potverdorie. Oh, ja. Oké, daar. Oh. Ja, ja, ja. Dit gaat helemaal even niet zo lekker nou. Dat vind ik wel een beetje jammer. Kom op. Ja. Oké, we hebben weer een kill. We hebben nog een kill. Zo, let's go. Dit is trouwens ook echt zo handig, hè. Als je gaat kijken... Ai, ai, ai. Als je gaat kijken en je gaat om het hoekje richten... Ik heb volgens mij iets aangezet waardoor hij dat automatisch doet of zo. Ik weet het ook niet helemaal zeker. Maar het is in ieder geval heel vaag. Mijn poppetje die gaat in één keer elke keer om elk hoekje kijken of zo. Dat was echt heel dope. Laat ik het zo daarop houden. Nou, ga ik één keer proberen of we deze route deze keer wel kunnen halen. Nee dus. Oh, ik haal mij telkens niet, hè. Oh, ze spannen allemaal hier, ze spannen allemaal hier. Ai. Zo zonde ook. Oh. Ja, ze spannen nog steeds hier in dit gebied. Dat weet ik 100% zeker. En waarom? Omdat ja, hier zo gebeuren de meeste dingen. En heel vaak heb je namelijk dat een team op een bepaald gebied een x aantal seconden blijft spannen. Dus op een gegeven moment zie je dus bijvoorbeeld dat ze hier zo spannen. Dan weet je eigenlijk ook wel dat ze de komende tijd hier een paar keer in zullen spannen. Kijk, je ziet het hier. 1, 2. En hier achter mij spawnde hij. Dus ja, je moet ook weer opletten dat je eigenlijk niet te diep een gebied in gaat lopen. Want als je te diep het gebied in gaat lopen, heb je dus ook dat probleem. Dat je eigenlijk kansen hebt dat ze eigenlijk weer terug gaan spannen. En dan heb je de kans dat ze in je rug gaan spannen. En dat wil je liever natuurlijk niet. Want als ze in je rug gaan spannen, dan ben je nogal de klos vaak. Oké, we moeten hier even opletten. Ze spannen nou, als het goed is, hier zo. Ik wou zeggen, spannen nu in een andere hoek. Maar wacht maar even. Zo, hier. En dan spannen ze nou hier. Ik zei het je, kijk, je zag hier er eentje voor mijn neus spannen. En zo kun je die spawns, die kun je een klein beetje in de gaten gaan krijgen. Maar je moet er gewoon een paar keer voor hebben gespeeld. En dan weet je op een gegeven moment gewoon die spawnplekken van hun. En ook telkens vanuit... ja, je kunt het ongeveer zien aan hoeveel mensen er spawnen op een bepaalde plek. Of het een spawnlocatie is geworden of niet. En dat merk je dan vanzelf ook op het moment dat je een kill maakt en spawnen achter je. Kijk, je zag hier net, voor mijn neus dat hij spawnde natuurlijk. Dat zagen jullie. Hier zo spawnen allemaal nu die tegenstanders. En jullie konden dat allemaal zien. Oh, ik moet heel even een beetje opletten. Kijk daar zo. Let's go. Ik heb een Vital Jet. Lekker. En waarom heb ik nou die Vital Jet? Omdat ik gewoon precies wist waar ze spawnden. Ik heb hier ook nog een wheelsol. Die gaan we ook even inzetten. En dan gaan we gewoon even flink wat kills maken. Wou ik eigenlijk zeggen. Maar volgens mij worden het nog niet heel veel kills. Oh ja, ik heb niet genoeg ruimte om hem in te callen. Dan zetten we hem hier wel neer. Ik ga sowieso toch wel dood als ik dit ding ga bedienen. Maar dat maakt niks uit. We gaan even met onze wheelsol. Oh, hij is al bijna kapot. Hallo. Oh nee, ze zijn al kapot. Dat meen je niet. Oh. Zo, kijk ze hier eventjes komen, joh. Even een triple killetje gemaakt. Lekker, hoor. En dan spawnen ze op dit moment. Oh, ja. Wacht. Ja, oh. Dit gaat helemaal fout, joh. Oh, die Vital... Of die Vital Ship die is goed bezig met kills maken. Maar dat moet ook. Dat moet natuurlijk ook. Daarvoor is die Vital Warship ook. Alleen, ja, ik ga zelf heel veel dood op dit moment. En dat vind ik... Ai, dan gaan we weer dood. Oei.
Dat is niet de bedoeling. Oei, nee. Ik ga... Oh, ze zitten met RPG's te spelen. Daarom ga ik elke keer zo snel dood. Ik heb het al een beetje in de gaten, hoor. Maar RPG's die zijn in deze mode, of op deze map, ook heel erg fijn. Want op het moment dat je weet dat ze daar spannen, je schiet daar één RPG op. Dan heb je ook de kans dat je daar heel makkelijk een kill kunt maken. Kijk, als het goed is, spawnen ze hier of hier links zometeen. Ik moet heel even nadenken, kijken. Ja, ze spawnen nu dus daar. En je zult ook zien dat ze hier nou in dit gebied zullen spawnen. Ja, dat bedoelde ik. Hij was er net gespawnd. Ik zei het nog, maar ja, ik was er niet goed genoeg aan het opletten. En we hebben weer een defeat, jammer genoeg. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat jullie een beetje iets aan deze tips hebben gehad. Ik ben namelijk een beetje aan het uittesten of er ook iets is om een beetje tips en tricks video's te geven. Als jullie zelf nog tips en tricks voor mij hebben, hoe ik mijn video's nog wat beter kan maken qua tips en tricks, laat het eventjes weten. Want ik ben ook aan het denken om binnenkort een commentary te maken. Dus dan neem ik gewoon het spel op. En dan vervolgens ga ik later na pas daaroverheen praten. Lijkt me ook super tof eigenlijk om te gaan doen. Maar ja, jullie moeten maar een beetje laten weten wat jullie tof lijkt om te gaan zien. Want dan kunnen we daar natuurlijk ook een klein beetje op gaan inspelen. Voor degenen die wouden weten hoe ik mijn settings had staan van mijn MP5. Ik had de laatste potje een suppressor erop staan. Zodat ze als ik ga schieten ze niet kunnen zien vanuit waar. Ik had deze stok erop staan, maar uiteindelijk... ik weet het niet zeker. Misschien even een andere stokje nog een keer erop zetten. We hadden een underbarrel erop staan die op dit moment naar een foregrip wordt geupgrade. We hadden een rear grip erop staan, maar die gaat naar de stippelet grip tape. En we hadden als perk de Fang Gable Wounding. En dat is iets met healing of zo. Iets dat wordt gedelayed of zo. Ik weet niet precies hoe dit in elkaar zit. Ik had verder als perks aanstaan Quick Fix. Dat is op het moment dat je iemand killt en zo, dan heal je jezelf wat sneller. Ik had Hardline aanstaan, omdat ik even bij perk 2 nog steeds niet in de gaten heb van wat ik erin wil schakelen. En perk 3, daar had ik Ampet aanstaan. En waarom? Omdat dan kon ik net wat sneller reloaden. Ik wil jullie bij deze heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video natuurlijk weer hier op dit kanaal.